bij aflevering 6 van Making Hollywood, waarin twee jonge filmmakers met $5000 in 90 dagen tijd willen zien hoe je terecht kan komen in de Amerikaanse filmindustrie. Vandaag hebben de heren afspraken met een van Nederlands meest succesvolle regisseurs, Roel René, en met cameraman Joost van Starrenburg. Roel René vertrok na het succes van zijn film The Delivery een aantal jaren geleden naar Amerika, waar zijn stijl van filmmaken meer aansloot dan die van Nederland. Intussen heeft hij daar een tal van films gemaakt, waaronder een actiefilm met Steven Seagal en binnenkort het vervolg van de bioscoophit Death Race. Dit is mijn favoriete spot in Hollywood, ja. Want dit is voor mij, dit is Hollywood, dat daar ligt. En ik zou niets liever willen dan een van de bungalows hebben, het liefst Alfred Hitchcock's bungalow. En daar dan mijn kantoor stoppen. Nou, eigenlijk hoe het in het werk is gegaan is, ik had een film, een Nederlandse film, die in Amerika succesvol was. The Delivery, het was verkocht hier en er waren goede reacties op. Het was veel succesvoller hier dan in Nederland. Dat is een start, dus dan gaan deuren open. En dan moet je het komen doen. Ik heb ooit een keer ontbeten met Paul Verhoeven en ik vroeg hem dezelfde vraag. Ik zeg, hoe kan ik nou in Amerika succesvol worden? En toen, het eerste wat hij zei is, Roel, je moet hier komen wonen. Als jij hier niet woont en je komt hier af en toe voor een afspraak. De Amerikanen zijn heel erg uit het oog, uit het hart. En je moet een soort continuïteit hebben. Dus het eerste, en dat klopt ontzettend. So, dus het eerste wat ik gedaan heb is mijn huis verkocht, mijn boot verkocht, mijn auto verkocht. En met twee koffers naar Los Angeles gegaan. En ben onder een tafel geslapen bij iemands kantoor voor vrienden van ons. En zo ben ik begonnen. Ik denk dat hier zo'n 100.000 regisseurs zijn, of 80.000 regisseurs. Ik ben daar één van. Dus je moet uitblinken. En je blinkt niet uit door een mooi praatje. Je blinkt eruit doordat je aan het werk bent en kunt laten zien wat je gedaan hebt. En werk kun je zelf creëren. Het kost niks om met deze twee camera's, zoals wat jullie doen, gewoon een film te gaan maken. En met de nieuwe technieken kan iedereen een speelfilm maken. Het gaat alleen om, is je film beter dan de andere? En gaan mensen hem zien? En levert het geld op? Is het commercieel een goed product? Dan krijg je wel geld voor de volgende film. En dat is mij gelukt. Europese filmmakers zijn erg gewild in Hollywood. Ze zijn heel erg welkom. Maar je moet wel iets kunnen. En je moet wel je buigen aan het American system. En dat is het belangrijkste wat je moet doen. En een hoop Europeanen kunnen dat niet. Ik denk dat de belangrijkste tip is dat je in Nederland een film moet maken. Weet je wel, Open Water is een goed voorbeeld. Open Water is een film door Australiërs gemaakt. Weet je wel, over die twee mensen die na een duiktocht in de oceaan achterblijven en worden opgegeten door haaien. Heel simpel idee. Ze hebben het voor $10.000 gemaakt, die film. Die film was een groot succes hier. Dus ik denk dat je moet een goed concept hebben. Maak de film met deze camera's en voor een appel en een ei. En dan ga met een goede film naar Hollywood. En ik kom bij de Warner Bros. Studios. Het is een heerlijk leven. Het is wel een hoop stress en het is heel zwaar. En ik ga iedere keer in ups en downs. Dan gaan weer projecten door. En dan gaan ze weer niet door. En het is echt, je moet ontzettend veel geduld hebben. En overal zie je wel filmcrews draaien of dan word je weer ingehaald door een of andere autoshots. En helikopters vliegen over met camera's die eronder hangen. Stoel was, is dat iedere ochtend ging ik met mijn cabriootje, reed ik de Warner Brothers lot op en dan parkeerde ik mijn auto. En dan aan één kant van mijn auto parkeerde Michael Mann zijn auto, want die was Public Enemies aan het mixen. En aan de andere kant was McGee, want die was Terminator Salvation aan het mixen. En ik was in het midden, want ik was de Marine 2 aan het mixen. Dus dat was wel erg stoer. Dat wel stoer, ja. Nou ja, super bedankt voor de privé Hollywood. Ja, graag gedaan. En alle tips. Succes, jongens. Ja, super bedankt. Echt, hopelijk, geweldig. Hopelijk tot over een paar jaar. Ik hoop het. Ja. Ja.
Succes. En na deze fantastische rondleiding door Hollywood en een hoop extra info en tips gaan de heren snel verder naar Venice Beach, waar cameraman Joost van Starreburg in het zonnetje de heren verwelkomt. Ja, Hollywood closed? Nee man, dankzij de buitenlanders is Hollywood er. En zeker de cameramensen en de regisseurs. Ik ben nog steeds een Hollander. Ja. Ik ben nog steeds een Nederlander en ik doe mijn best om me aan te passen. Maar ik pak dingen anders aan dan zeg maar een Amerikaan of een Japanner of een Australier. Het heeft voor een Amerikaan iets arty als je hier als je een Europese opleiding hebt. Ja. Het grootste voordeel wat het lijkt om te doen is zeg maar krijg een arty opleiding in Europa. Wel, maak een school af. En dan begin je hier gewoon overnieuw. Maar je hebt een vreselijk goede basis. En ik moest hier ook overnieuw beginnen. Met al mijn ervaring, met al mijn films, met al mijn dingen. Je komt dingen tegen waar je denkt van, jezus mina. Wel, die wil niet met me werken, of dat gaat niet goed, of die papieren zijn er niet, of I don't know. Die agent die wil me niet. En maar als je je hart volgt en gewoon zegt, ja luister, ik wil dit gewoon doen, dit ga ik gewoon doen. En ja, dan maar zonder, of dan maar ga ik die kant op. Ik vind nou Roel ook trouwens een goed voorbeeld van, die gaat door. Dus dat is een man die heeft een richting en jongen, daar krijg ik hem niet vanaf. Dat is het mooiste karakterdeel ook van Roel. En dat is ook het advies dat ik moet geven, dat je gewoon moet doen wat je hart zegt. Volgende week in Making Hollywood. Rick en Frank bezoeken Digital Domain, de special effects studio van Michael Bay, die verantwoordelijk is voor de special effects van onder andere Transformers, G.I. Joe en 2012, waar Nederlander Justin van der Lek zijn draai helemaal gevonden heeft.